Hallo, welkom weer bij Gelderland in Beweging. Vandaag gaan we met een bal aan de gang. Nou begrijp ik best dat u geen bal in huis hebt. Maar misschien hebt u een grote bol wol. Of u kunt ook een handdoekje even tot een bolletje doen. Of misschien wel een toiletrol die u vastpakt. Het gaat erom dat we straks die bal gebruiken bij de beweging. Bij het volgende onderdeel. Dus we beginnen eerst even gewoon met stappen en staan bij de stoel. En u mag bij de stoel staan of achter de stoel staan. Oh, hier blijf je. Ja, prima. We gaan beginnen met rustig rechtop staan. Goed uitstrekken. Rechtop. En dan gaan we staan met de handen op. Op. Twee handen tegelijk. Strekken rustig uit. Echte ochtendgymnastiek, hè? Ja, goed zo. Ja, prima. Dan gaan we naar rechts of naar links, maar in ieder geval aan de één kant. Klein beetje schuin en stevig staan, hè? Rek even goed uit. Dan gaan we door naar de andere kant. Rek uit. Ja, heel goed. En dan door de knieën. Rustig in beweging komen. Alles even losmaken. Door de knieën. Dat valt soms niet mee, 's morgens. Ja, goed zo. Laatste keer. Hoog. Beetje die tenen erbij. Kijk of dat u kunt rekken. Als u in de stoel zit, dan kunt u de armen strekken omhoog. En eventueel ook even met de voeten. Ja, goed zo. We gaan goed opzij. Rek iets verder. Rek uit. En de andere kant. Ja, voelt u het al een beetje? Prima. En dan gaan we weer. Rustig naar beneden. Heel goed. Laatste keer. Even rust. Adem in. En dan gaan we weer omhoog. Lukt het nou niet goed omhoog? Dan doe je schuin naar voren de oefening. En strek. Maak hem iets langzamer. Wordt het lastiger. Rek. En iets langer aanhouden. Rek. 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 Andere kant. Rek. Rek. Ja, goed zo. En door de knieën. Duw. Heel goed. En rechtop even adem in, adem uit. Goed zo. En dan gaan we. Laatste keer. Op. Op. En die buikspieren aanspannen. Daar komen we steeds weer op terug, hè. En opzij. Dan voel je het ook goed in je zij. Rek. En de laatste keer. 1, 2, 3, 4. Ja, goed zo. Dan pakken we de bal. Gaan we op de stoel zitten. Goed rechtop zitten. Stevig. En zorg dat u een beetje stevig zit met de voeten. Goed rechtop. Je pakt de bal, of wat je ook maar hebt, vast in je handen. En dan gaan we een rustige oefening doen met twee handen tegelijk. Rustig naar boven, naar je hoofd. Ja. Probeer die schouders laag te houden. Alleen de armen. Ja, heel goed. Dan gaan we naar de schouder. En wissel. Andere kant. Heel goed. Naar de heup. En wissel. Nou,
Nou, als je dan geen bal hebt of iets anders, naar de knie. Dan kunt u natuurlijk ook gewoon met twee handen dit doen, hè? Dan doet u net of u een bal in uw handen hebt. En we gaan door naar de benen. Beetje strekken en dan gaan we. En op. Naar de onderkant, blijf kijken. Niet te veel naar beneden kijken, als je duizelig wordt. En de laatste keer. Ja, en kom maar even rechtop. Dus heb je geen bal of iets anders, dan doet u gewoon met de handen vastpakken. En dan kijken of u deze beweging kan maken. Kijk eens of u verder kunt. Naar achter. En terug, dat is een eind. Rustige beweging. En de laatste keer. Ja, dan gaan we naar de schouder. Beetje verder. En kijk er maar eens na. Met uw nek. Even met uw hoofd mee bewegen, andere kant. Ja, goed zo. Naar de heup. Iets verder weg. Iets verder opzij. Dus kijk eens of je wat meer naar achter kan bewegen. Die bewegelijkheid. En de andere kant. Heel goed. En dan de knieën. Maar nu gaan we het andersom doen. 1, 2, 3, 4. Goed zo. Benen strekken en dan gaan we weer. Laag en op. Strek en op. Strek, op, strek, op. Even goed rechtop zetten. Goed zo. Nou, dat was best wel intensief. Beetje rek en strek, bewegelijkheid. De volgende oefening gaat meer over het balgevoel. Maar ook over de concentratie en de balans van je lichaam. Goed rechtop zitten. Waar we mee beginnen is hem op één hand leggen. Je legt hem uit op je hand. Strek hem uit en naar je toe. Goed zo. Nog één keer. Nu gaan we naar buiten. Strek uit. Voorlangs. En strek uit. En voorlangs. Strek uit. Ja, prima. We pakken de bal over in de andere hand. Eerst strek naar voor en terug. Strek naar voor en strek uit. Opzij. En voorlangs. Goed naar voor en opzij. Hou die schouders laag. Goed rechtop. Buikspieren aanspannen, bilspieren aanspannen. Ja, heel goed. We pakken hem weer over. Gaan we omhoog en naar beneden. Blijf rechtop zitten. Strek uit en terug. Het ziet er heel simpel uit, maar het kost heel veel kracht van je spieren en ook balans. Andere hand. Rustig omhoog. Rustige beweging, dat is het moeilijkste voor het lichaam. En de laatste keer omhoog. Heel goed. Pak hem over. Dan gaat hij naar buiten. Maar we draaien hem naar binnen. Kijk eens hoe ver u hem naar binnen kan draaien. En rustig uit. Dus de pols gaat meewerken. En de elleboog. Rustige beweging. Heel goed. En de andere kant gaan we heen. En pak over. Eerst rustig naar buiten. Misschien lukt uw ene arm wel en de andere niet. Want we hebben altijd een bewegelijkheid aan de ene kant die wat groter is dan aan de andere kant. Dat heeft te maken met je voorkeursarm. Ben je rechts, dan zul je automatisch meer met die rechterarm kunnen bewegen. En daar heb je ook meer balans over. Oké, dan gaan we even overnieuw beginnen. Strek uit. Goed naar voren en de schouder erbij.
Goed zo, maak hem groot. En we gaan opzij. Iets verder naar achter. Kijk na. En kijk eens hoe ver je kunt komen. Draai door, hou hem vast. En terug. Goed zo. Naar achter, rustig. En draai hem voor. Hou hem vast. Goed zo. Laatste keer. En we pakken hem over. Opzij. Goed voorlangs. En door. Heel goed. Ja, prima. En de laatste keer. En rust. Ja, goed zo. Zo zie je dat je met de bal best veel dingen kunt doen. Wat ook leuk is, bent u met z'n tweeën. Of kijkt u altijd met een buurvrouw of met een vriendin. Doet u het samen. Dan kun je die bal natuurlijk ook gewoon lekker gebruiken om over te tikken en over te spelen. En gewoon lekker bezig te zijn met elkaar. Reactievermogen. Dat is altijd erg leuk. Alleen nu gaat dat even niet. Wij gaan nou weer aan de ontspanningsoefening toe. Even rustig rechtop zitten. Ja, goed zo. We pakken de armen op en hoog. En naar beneden. Rustig omhoog. En terug. En op. Ja, goed zo. Laatste keer. Nu gaan we vanuit de onderkant omhoog brengen. Op. En duw. Rechtop zitten. Op. En duw. Het is net de onderhandse manier van bal opgooien. Dat doe je ook zo. Hop. Ja, goed zo. En de laatste keer. Heel mooi. We gaan naar ons lichaam toe. En net of je iets uitduwt. En dat kun je ook net doen of je een bal in je handen hebt. Duw uit. En wat je kunt doen is dat je zegt van, oké, we gaan hem een beetje naar binnen draaien. Om. En op. Beetje naar binnen draaien. En op. Goed zo, laatste keer. En laat de armen maar hangen. Even ontspannen. Even knijp. En los. Knijp en los, knijp en los. Ja, goed zo. Adem in en blaas uit. Adem in en blaas uit. Heel goed, even rustig uw hoofd. En terug. Even op. En terug. Goed zo. En de laatste keer. Rustig. En mooi. Heel goed. Nou, dit was het eigenlijk weer voor deze keer. Ik wens u een fijne dag en doe lekker mee met mijn collega's straks. Tot ziens. Dag allemaal, we gaan weer een paar dansen doen. En we beginnen met een dans uit Roemenië. Dat is een dans die aangeleerd is door Christian en Sonja. Het is een echtpaar die over de hele wereld danslessen geven. Roemeense dansen dan. We beginnen deze dans, die eigenlijk een begroetingsdans is. Want wordt gezongen in de dans en dat is Buona Sera. Oftewel, goede avond. En we beginnen met zij en tik en zij en tik. Dan lopen we twee passen. 1, 2, 3. En dan doen we andere been, zij tik. Zij tik. En we lopen terug. En 1, 2, 3. Doet u maar mee. Zij tik.
zij, tik, twee lopen en drie pasje. Zij, tik en terug en een drie pasje. Nou, dat gaat een aantal keren. In het Roemeens houden ze vaak de armen in de W-houding. En dan zie je vaak mensen een beetje pompen met de armen, maar eigenlijk moet je veren met de knieën. Maar kijk maar hoe u het doet. Doet u maar mee. Zij, tik en loop. Twee passen, 1, 2, 3. Zij, tik, dat gaat nog een aantal keren. Zij, tik, loop, 2. 1, 2, 3. Zij, tik en terug. En 1, 2, 3. Als we dat drie keer allemaal gedaan hebben, gaan we vier passen vooruit. 1 en 2 en 3 en 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Gaan we vier achteruit. 1 en 2 en 3 en 4. 1, 2, 3. 1, 2, 3. En u zult aan de muziek horen wanneer u Buona Sera mee kunt roepen. Met muziek. Hora de Munt uit Roemenië. Zij en tik, twee passen en 1, 2, 3. Zij en tik en twee passen, 1, 2, 3. Hai Buona Sera, hai Buona Sera, hai Buona Sera, hai Buona Sera. Nou, vier passen, drie pasje, 1, 2, 3. 1, 2, 3 en vier pasjes terug en 1, 2, 3 en opnieuw, zei tik. En twee pasjes, 1, 2, 3. 1, 2 en 1, 2, 3. Draait een beetje met de schouders mee. Hai Buona Sera. Vier naar binnen. Drie pasje, nog een drie pasje. Achteruit. 1, 2, 3. Zij tik. Hai Buona Sera. Hai Buona Sera. Als je dan met een hele zaal bent, roept iedereen Hai Buona Sera. Tia da 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 da. Hai Buona Sera. Vier pasjes. 1, 2, 3. En herhalen. Zij tik. Hai Buona Sera. Hai Buona Sera. Hai Buona Sera. Een gezellig dansje om een feest mee te beginnen. We gaan nu verder naar Bulgarije. Daar heb je een gebergte, de Pirin. En daar hebben ze hele mooie muziek. En Bulgarije staat ook bekend om het mooie zingen. En deze dans is dus met zang. En we gaan in de dansrichting. En we gaan eerst even de passen doornemen. Het is 1, 2 en 1, 2, 3. Hadden we net ook, en dan gaan we door. 1, 2 en doe maar mee. 1, 2 en 1, 2, 3. 1, 2 en 1, 2, 3. En nou nog een keer, maar dan gaan we een beetje vooruit. 1, 2, 1, 2, 3 en achteruit. 2 en 1, 2, 3. Ik denk dat u dit zo mee kunt doen dadelijk. Hij is ook niet zo heel snel. Dan krijgen we het tweede stukje. Dan gaan we voor en achter en naar binnen toe. Achter, voor en achter. Uit doen we nog maar een keer. En achter en naar binnen
toe, achter en voor en achter uit. Dat was het tweede stukje. Het derde stukje gaan we juist de andere kant op als net. En dan stappen we voorlangs of we maken gewoon wandelpasjes. 1 en 2 en 3 en 4 en 5 en 6 en 7, 8. Dat is de hele dans. Dus we beginnen met wandel, wandel, kort, kort, lang erachteraan. Glazout naar Perrin uit Bulgarije. Heel rustig wandel. En dan komt hij aan. 1 en 2 en 1, 2, 3. 1, 2 en 1, 2, 3. 1, 2 en 1, 2, 3. 1, 2. Gaan we even naar voren. 1, 2 en 1, 2, 3. Di, 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 di. En we gaan voor en achter. Voor, achter. Voor en voor. Achter. Achteruit. Voor, achter. Achter, voor. Achteruit. Nou gaan we de andere kant op. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. En weer de andere kant op. Kort, kort, lang. Langzaam. Kort, kort, lang. Twee langzaam. Kort, kort, lang. Langzaam. Kort, kort, lang. Twee langzaam naar binnen. Kort, kort, lang. Achteruit. Voor en achter. Met voor en achter. Naar binnen. Achter en voor. Achter, uit. Voor en achter. 1, 2, 3. Achter, voor en. En dan gaan we voorlangs weer de andere kant op. 3, 4. Heel bijzonder deze tijd, deze muziek. We gaan verder met een dans en die is gemaakt door een Amerikaan, maar het is op Portugese muziek. En we gaan naar binnen toe met een. Ik ga met mijn rechterbeen, u mag met het linkerbeen. Maakt niet uit. 1, 2, 3. En dan gaan we opzij de andere kant op. 1, 2, 3. Twee stappen achteruit. En weer 1, 2, 3 opzij. Dan heb ik nu mijn linkerbeen vrij. Misschien hebt u het rechterbeen vrij, maar het is bin. Aan de binnenkant van de kring. En een 1, 2 en 1, 2, 3. 1, 2. En het gemene is nu, ik eindig op mijn rechtervoet. Dus nu gaat die dans opnieuw, maar dan begin ik met mijn andere been. 1, 2, 3. En zij sluit zij. 2, achteruit. En zij sluit zij. En dan ga ik weer verder die kant op. Met het been wat aan de binnenkant van de kring is. 1, 2 en 1, 2, 3. 1, 2 en 1, 2, 3. Probeer hem mee te doen. Het zal vast niet altijd lukken, maar dat maakt niet uit. Als u maar plezier hebt aan het bewegen. Fado Portugues. We beginnen met de kort, kort, lang naar voren. En kort, kort, lang en zij sluit zij. Twee achteruit, zij sluit zij. 1, 2 en 1, 2, 3. 1, 2, andere been. En opzij. 2 achteruit. En opzij. 1 en 2 en 1, 2, 3. 1, 2 en 1, 2, 3. En naar voren toe. En opzij. En achter. En 1 en 2 en 1, 2, 3. 1 en 2. Met de andere been. Achteruit, loop, loop. Kort, kort, lang, loop, loop. En rechterbeen en opzij. Achteruit en opzij. En 1 en 2 en 1, 2, 3. Andere been.
2. En 1, 2, 3. 1, 2. Wissel pas en de zij sluit zij en achter, achter. En 1, 2, 3. En naar voren en opzij. Achteruit en opzij. En 1, 2, 1, 2, 3. En 1, 2. En lekker ritme. En 1, 2. En 1, 2, 3. En de vez mais português. En dan gaat weer. 1, 2 en 1, 2, 3. 1, 2 en met andere been. 1, 2, 3 en 1, 2, 3. 1, 2 en 1, 2, 3. 1, 2, 3. 2 en 1, 2, 3. Dat was het voor deze keer. Tot de volgende keer.